Welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Ellie en wij staan op kampeerterrein De Zeven Linden in Baarn. Nou, we hebben eigenlijk al een hele ochtend achter de rug. Wij hebben al ontbijt gehad, koffie gedronken, gedoucht, afgewassen. Dus eigenlijk hebben wij al bijna een dag erop zitten. Maar het is nu ongeveer, ik denk 12 uur of zo. Misschien inmiddels al wel 1 uur. En het is mooi weer vandaag, dus wij gaan er lekker op uit. Gisteren was het wat minder, wat grijzer. Dus toen zijn we eigenlijk op de camping gebleven. Weinig van de omgeving nog gezien hier. Dus wij gaan de fiets gereed maken, de knaap. En dan gaan we lekker even met z'n tweetjes toeren in deze omgeving. Het is 1:15. Dus het wordt eigenlijk wel tijd om even weg te gaan. Het wordt tijd om te lunchen. Okay, weet je, ik schrok om 9:30 wakker en toen dacht ik, ik zijn nog van plan om op te staan. Nou, jij... Ik was om 7:30 al even gaan plassen. Ja, daar ben ik niet wakker van geworden. Echt niet? Nee. Nou ja, en toen 9:30, nou ja, toen lag ze nog steeds te slapen. Ja, nu is het 1:15. Nou ja, we gaan even fietsen en dan gaan we rond 2:00 wel ergens iets lunchen. Ja, we gaan even een leuke tent opzoeken. En dan gaan we lekker even genieten van de zon. Hocus pocus Pilatus pas. Ik wou dat er een knaapje was. Staat onze fiets. Ik moet nog even de accu pakken trouwens, want die zit er nog niet in, oh ja. Zie ik. Zo, klaar voor vertrek. Slot eraf. 12. 12. 9. 9. 50. 50. 85. 85. 82. 82. Nou, en dan staan we in Zeist. Dus dan moeten we vanuit daar maar even verder kijken, toch? Zeist. Doet me denken aan onze fietsvakantie. Ja. Oké, okay, nou, gezellig. Let's go. 90. Ik ga nog even checken. 98. 97. 94. 90,3 kilometer naar Zeist fietsen. 19,3? Ja. Of 90? 19. Oké. Okay. Let's go. Let's go, girl. Als het goed is, staat er een knooppunt gelijk bij de uitgang van de camping. Dus dat is super handig. Nee, bij het begin van die weg. Ja, maar dan moeten we in ieder geval hier rechts de camping af en ja. Dan zitten we al op het knooppunt netwerk. Als het goed is, staat hij deze kant op. Ja, als alles goed gaat hoor. Ja. Als het goed is. Als het niet goed is. Nou, we gaan gewoon lekker fietsen en we zien het wel. Ik bedoel, dan een paar kilometer extra. We zijn op de elektrische, dus... We zijn wat gewend, hè? En we kunnen nu heel veel kilometers op één dag fietsen. Dat weten we van onszelf. Ja. En dat ook nog met de normale. Dus dit is gewoon pure luxe. Nou, daar gaan we gelijk de bossen in. We zijn net het bordje Lage Vuurse gepasseerd. Stond ook onder vorstelijk baan. En volgens Nelly reden wij ook net langs kasteel Drakenstein. Ja, ja, volgens mij wel. Want dat zag ik op maps. Ik zag allemaal bewaking. Ja. Zou de koning er zijn? Nou, misschien wel. Wordt streng bewaakt. Ja. En er staat ook op het bordje onder Lage Vuurse staat ook vorstelijk baan. Oh, nou, dat bedoel ik. Het is hier wel leuk. Ja. Ik dacht dat Soest ook zoiets was. Ja. Het ziet er wel gezellig uit. Allemaal terrasjes aan de kant van de weg. Het Vuurse Bos. Een ijssalon. Dit is ook een pannenkoekenhuis is dit. Oh, wat leuk hier. Wat gezellig. Het ruikt ook goed, ja. Nou, we gaan weer verder met de fietsroute.
We zijn eventjes van plek gewisseld, want het is best koud op de fiets. En als je voorop zit, is het nog kouder natuurlijk. Dus we wisselen het gewoon even af om de 5 kilometer. Ik ben me nu aan het opwarmen achter Nelly haar rug. Ik heb de muts maar even opgezet, want het lijkt wel min 10, joh. En dat in mei, in het voorjaar. We zijn in Bilthoven. Ik ga een visje in het centrum. Kopen. Ik ga een visje kopen. Ga je een visje kopen? Ja, kijk dan. Vishandel Volendam. Wil je ook? Gaan we vis eten dan? Oké. Okay. Wil je ook? Ja. Wij zijn bij de viswinkel in Bilthoven beland. Een Volendamse viswinkel. En een heerlijk bakje kibbeling gekocht. Verrukkelijk. Vers gebak en kibbeling. Heerlijk. Mooi plekje bij het raam. Met uitzicht op de winkelstraat van Bilthoven. We zijn in Zeist en de zon schijnt. Kunnen we lekker even opwarmen vanaf de fiets. We zijn eventjes wat winkeltjes in geweest. Daarnet waren we in een sport- en outdoor winkel. Was ook wel leuk. En we gaan even verder kijken hier. Nelly heeft haar verjaardagscadeautje opgehaald bij de Rituals. Ja, ik heb een lekker deo voor jou gekocht. Dat wist je nog niet. Nee, lekker. Dat is mijn favo dit. Ja, die weet ik. Ja. En deze krijg je cadeau als je jarig bent. Ja, als je member bent van de Rituals. Oh, dan moet je member zijn. Ja, member moet je zijn. Oh, okay. En dan krijg je dus, als je jarig bent geweest, krijg je dus, ja, dan kun je dus een cadeautje ophalen. Nou, dat hebben we nu gedaan. En dit is een shower oil. Voor in de douche. Lekker hoor. Wij zijn even op zoek gegaan naar een koffietentje. En wij komen hier de Barista Café tegen. Dan gaan we even een koffietje doen. Koffie. Jij een vorkje. Ik een vorkje. En we gaan het samen delen. Lekker hoor. Bananenbrood. Warm. Het gemeentehuis van Zeist. En wij zijn onderweg naar Slot Zeist. Dit is het. Nou, we kunnen helaas niet verder, want er ligt een rode loper uit. Dus ik denk zomaar dat er iets georganiseerd is in besloten kring. Ik heb iets geregeld voor je. Heb jij iets geregeld voor mij? Maar dan zijn we in ieder geval bij Slot Zeist geweest. Oké, dan is het weer tijd om terug te gaan naar de camping. Ja. We gaan de lange tocht weer terug. Ja, ik ga hem even navigeren via Maps, hoor, want ik ga niet terugmaken. Ja, het is best wel koud op de fiets, dus we gaan zo kort mogelijk route uitzoeken terug naar de camping. Hoe lang denk je dat we moeten? Ik denk een half uur. Nee. Een uur? Ja. Echt?
Okay. Snel. Nou, de heenweg zijn we natuurlijk via knooppunten hier naartoe gereden, maar dat gaan we nu niet doen. En dan is de kortste weg via Maps is dan een uur. 17 kilometer en dan doe je er 56 minuten over. Okay, nou, ik doe mijn muts op. Ja, doe maar. Zo. Het is echt koud. Nou ja. En dan gaan we die kant op. Ja, ik navigeer. Ja. En jij fietst. Ja. En ik wil ook nog wat wisselen hoor. Ja, we gaan af en toe even wisselen. Maar we staan nu bij de vijver, bij Slot Vijst. Vijst? Slot Vijst. Het heeft een andere naam gekregen. We staan nu bij de vijver bij Slot Vijst. En dat is best wel leuk, hè? Leuk parkje hier. Ja, het is hier heel mooi. Ja. Okay, nou we gaan. Wij zijn terug van onze fietstocht en we zijn hartstikke koud. Ik heb alle ramen dicht, kachel aan en het is hier nu sauna temperatuur, maar ik ben nog steeds heel koud. We zijn eigenlijk heel Zeist kriskras door geweest, want ja jongens, je gelooft het niet. De douchepas is kwijtgeraakt in Zeist. We zijn alle winkels weer in geweest waar we dus naartoe zijn gegaan. Ali had hem hier in haar borstzakje. En die is brillen. Een bril ging je passen of zo, toch? Wat was het? Ja, een bril. Een zonnebril bij de HEMA. Ze ging een zonnebril bij de HEMA passen. Nou ja, pasje kwijt. Nou, daarom heb ik ook zo'n hekel aan die pasjes. Je moet erop passen. We hebben hem uiteindelijk niet gevonden. We hebben de camping gebeld. Want ja, ligt die andere pas hier nu? Ik had al gelukkig twee pasjes. Anders hadden we vanavond niet eens naar het toiletgebouw gekund, hè? Want die receptie zit dicht. Dat is ook het nadeel van een pasje. Dus vraag er altijd twee aan. Dat doe ik altijd over de zekerheid. Maar je krijgt standaard één. Nou ja, we zijn alle winkels weer in geweest. Waar we koffietje hebben gedaan. De HEMA, de Jumbo, weet ik waar we allemaal zijn geweest. Nou, alles. Nou, niet gevonden. Nou ja, het scheelt. Het is, wat was het, 5 euro borg? 5 euro borg. 5 euro borg en je geld ben je natuurlijk kwijt wat er op die pas stond. Nou, dat was ook niet zoveel. Maar ja, helaas. Dat was het. Ja, rotpasjes. Nou, jij bent een lekker koffietje aan het maken voor mij. Ja. Zo lekker. Melk op schuimer staat aan. Pruttelpotje staat aan. Oh, heerlijk. Het is hier lekker warm. Ik vind het zo lekker. Ja. Het is hier lekker warm, maar ik ben nog steeds niet warm. Ben jij al warm? Nee, die kou is er in me. Het is echt heel koud. Ja. Zo, ik ben even op pad gegaan om warm eten te kopen. Ik ga even naar de Albert Heijn in Baren is dat volgens mij. Ja, Baren. En dan ga ik even wat lekkers kopen. Even kijken wat we gaan eten. We hadden eigenlijk de kop meegenomen om daar dus iets van een pizza of zo op te maken. Maar het is zo koud. Het zit gewoon helemaal in ons. Ali had het ook heel koud. Dus dat gaan we sowieso nu niet doen. Komt wel de volgende keer. Even kijken waar die auto is. Die staat hier achter. Ik ga beginnen met koken. Ik ga eventjes kip knippen. Oh,
Ik zat even te kijken of het een kippendij was. Het is een heel simpel gerechtje. Je hoeft alles alleen maar bij elkaar te gooien. Ik heb hier al de rijst in gedaan. Ik heb even water in de waterkoker. Het is weinig. Nou ja. Olie in de pan. Dus ik ga beginnen. Nou, de kip zit lekker te bakken. Hoppakee. Dit erbij. We zijn wel in de kipsweertjes. Ik heb er nog even kastanjesampignonnetjes doorheen gedaan. Die hadden we nog over van gisteren. Gisteren? Gisteren, ja. Of eergisteren volgens mij. Eergisteren, weet ik, hè. Ja, het doet er niet toe. Het stond nog in de koelkast. Ja. Dus we gaan natuurlijk even al het eten opmaken. Want we eten willen geen eten weggooien. Dat vinden wij echt heel erg. Ja. Soms ontkom je er niet aan, maar het liefst eten wij gewoon alles op. Of zit er helemaal in? Nee. Nou ja. Nee. Nee, is wel lekker. Wij hebben trouwens een tent naast ons. Die is vanochtend neergezet. En dat is zo'n opblaasbare tent. En wij zagen vanochtend hoe snel dat ging. Dat was gewoon niet normaal. Het is best een grote tent. Maar volgens mij stond die binnen een kwartiertje of zo. En wat zo leuk is, wij hebben zo'n tent gehad. Ja, dan 3-4 keer kleiner. Ja, 3-4, ja, inderdaad. Wij hadden volgens mij alleen die twee stukjes. Ja. En deze twee stukken hadden wij niet. Dan was hij de helft kleiner. Ja, en dan was hij ook nog smaller. En hij was niet opblaasbaar. Maar voor de rest, qua uiterlijk, was hij gewoon eigenlijk hetzelfde. Maar misschien staat hij nog wel ergens op Instagram. Ja, volgens mij wel. Ja. Ja. Daar hebben we heel veel plezier van gehad. Ja. Echt een hele leuke tijd mee gehad met de tent. 3 jaar gekampeerd met de tent, maar 3 onvergetelijke jaren eigenlijk. Maar ja, wij gingen met de tent niet in Nederland weg. Dat deden we alleen, gingen we naar buitenland, Frankrijk en zo. Ja. Want het was hier dan toch of slecht weer. Ik vind het wel stoer hoor dat mensen dat doen, maar... Ja, maar wij zochten wel altijd de zon op. Ja. Met de tent. En vandaar hebben wij de keuze gemaakt van de caravan. Omdat de caravan toch ook wat, kan je wat beter met slecht weer. Ja, en ook in de winter. En in de winter, ja. Inderdaad. Nou, daar in de verte zijn ze aan het kubben. Kuppen? Kubben. Dus ook wel een leuk spel. Tenminste, dat is me verteld. Dat hebben wij nog nooit gedaan. We hebben het wel thuis. Ja. We hebben het wel. Ja. Voor de rest is het eigenlijk wel rustig hier op de camping. Ik moet wel zeggen, je ziet wel af en toe iemand lopen en dat vind ik wel prettig. Je staat ook wel eens op een camping, dan ja, staan er wel caravans. En dat zijn dan eigenlijk voornamelijk seizoensplaatsen en dan zie je eigenlijk niemand. Maar hier zie je best vaak iemand even lopen met een waterkannetje of even naar het toiletgebouw. Ja, leuk veldje zo. Nou, inmiddels ben ik weer wat warmer geworden in de caravan. We waren gewoon zo verkleumd. Op een gegeven moment zit die kou gewoon in je. En dan is het zo moeilijk om weer op temperatuur te komen. Maar ja, ik begin nu weer een beetje warm te worden. Nou ben ik ook wel snel koud hoor. Ik ben echt een koukleum. Dus misschien dat de gemiddelde persoon nu gewoon denkt... Oh, het is lekker buiten, maar... Nou, we hebben nog weinig gegeten, hè? Dat ook, ja. Dat is ook niet goed. Word je ook koud. Ja, dat is waar. Eet smakelijk. Dank je. Lekker. Ruikt ook goed. Zoals lekker. Gewoonlijk. Heerlijk. Ja. Nou, de fiets staat ook weer op de drager. Het is weer tijd om naar huis te gaan, tomorrow. Normaal gesproken is het natuurlijk de man met de hamer, maar het is nu de vrouw met de hamer. Wat ga ik doen met de hamer? Nou, dat ga ik jullie even uitleggen. Het is morgen onze vertrekdag, jammer genoeg. En we hebben natuurlijk de luifel neergezet.
Maar het is nu de avond voor onze vertrekdag. Dus wij zeiden net tegen elkaar, het is misschien wel handig als wij nu de luifel alvast inpakken. Zodat hij morgen gewoon droog is. Of nu, ja, dan weten we zeker dat hij droog is. Stel, het gaat vandaag regenen. Of morgenochtend. Dan moeten wij de luifel nat inpakken. En aangezien wij eigenlijk geen ruimte hebben om de luifel dan te drogen bij ons huis. Wij wonen natuurlijk in een appartement, dus dan gaat dat allemaal wat lastiger. Gaan wij hem nu alvast inpakken. Dan zijn we sowieso ervan verzekerd dat hij lekker droog in de laadruimte van de caravan gaat. Dus ik ga nu even beginnen. Nelly komt mij zo meehelpen. En op zich is het, klein klusje. Ik denk dat we in totaal iets van 10 à 15 minuten bezig zijn met het afbreken van de luifel. Dus dat valt mee. En dan wordt het ook weer een stuk lichter in de caravan. Want als wij de luifel neerzetten, dan vind ik het persoonlijk altijd erg donker in de caravan. En ja, op een zonnige dag en het is warm, en dan valt het niet zo op. Maar als het ook al wat iets somber weer is, zeg maar, dan lijkt het eigenlijk nog donkerder dan dat het is. Dus ja, straks en morgenochtend is er gewoon lekker licht in de caravan. En dat vind ik altijd wel fijn. Nou, Nelly is ook zover. Die trekt haar schoenen aan. En dan kunnen wij beginnen. Chop. Wij beginnen met de stormbandjes. Even losmaken. Zo. Dat kan los. En dan trekken we deze eruit. Dat gaat altijd even wat lastiger. Nou, valt mee op zich. Hop, dat is 1. En dan nummer 2. Zo. Nou, kijk eens even. Dat schiet lekker op. En nummer... Wow. 2. Hoppa. Nou, ik zet jullie even in gras. Ga lekker zitten. En dan kunnen jullie het van een afstandje bekijken. Mensen, ja. Wij gaan slapen. Ja, wij gaan slapen. Ja, we zien jullie morgen weer. Ja, gezellig. Bij ons fruitige ontbijtje. Ja, dan moet je nog maar afwachten. Stinkaardbeien. Dat is altijd zo gek. Als wij aardbeien kopen bij de Albert Heijn en we zetten die hier in de koelkast in de caravan en je doet die koelkast open. Ja, dat stinkt. Dat stinkt. Koop je nou aardbeien bij de groenteboer of zo? Van die aardbeien die dan Hollandse rood aardbeien. En sappig. Ja, maar dit zijn ook Hollandse. Ja, maar dit zijn niet de echte, volgens mij. Deze zijn ook zo hard. Ja. Dus het is niet heel lekker. Maar als je die dus koopt, dan ruik je zoete aardbeigeur. Ja. Waar ligt dat aan? Worden die aardbeien van de Albert Heijn in mest Vraag je dit nou serieus? Mensen, waar ligt dat aan? Ja. Misschien kijkt er wel een groenteboer. Inderdaad. Nou, Laat me even weten. Wat doen ze met de aardbeien van de Appiein? Die stinken verrot. Ja. Dus ik... Prangende vraag voordat wij gaan slapen. Ja, ben ik heel benieuwd naar. Ja. Nou, ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik ga slapen. Ik ga liggen vandaag. Lig hier uit. Op. Doei. Goedemorgen. Ali is eventjes water aan het halen. Want onze watertank is leeg. En verder op het veld is zo'n watertappunt. De eitjes staan lekker buiten te koken.
Het is een zonnige dag, maar het is nog steeds koud. Het blijft koud. Dus het frisse wind zit er doorheen. Dus we gaan even naar binnen ontbijten. Dat gaan we sowieso doen, want de stoelen staan in de auto. It's a beautiful day. Hebben we gisteren weggebracht. Ja, dat zeg ik net. Het ziet er mooi uit, maar het is koud. Ja, het is best fris. Nou ja, heb jij die eieren aangezet? Ja. Oké. Okay. The sun is shining and I feel good. And no one is gonna stop me now. Nou, er is er een vrolijk. Nou, ik ga een ontbijt maken. Doe die deur maar dicht, want ik heb mijn kachel aan. Echt? Ja. Ik heb het koud. Ik vind het nog steeds koud. Ik zeg het net. Ja. Het is fris. Ja. Het wil niet. Vorig jaar liepen we in een shirtje. Maar... En nu kan je wel een bontjas aan. Ja, nou ja. Je moet even geduld hebben. Komt allemaal goed. Nou, oké. Ik ga geduld hebben. Doe anders dat deksel maar van die eitjes af, want dan kan het bulderen. Dan kookt het sowieso, niet over. Bulderende eieren. Bulderende eieren. Dan kookt het sowieso niet over. Oké, waar was ik mee bezig? Havermout. Ik ga mijn pannenkoek bakken. Melk. En een ei. En ik doe ongeveer 50 milliliter is dat. Zoiets melk. En mix ze maar. Dan heb je je beslagje klaar. Ik ben deze dag de pannenkoekenbakker en Nelly is binnen het ontbijt aan het bereiden en ik blijf gewoon even buiten staan, anders dan blijf je van binnen en naar buiten stappen. Nou, op zich ziet hij er wel lekker uit. Ik denk dat hij klaar is. Het ruikt er een beetje verbrand. Even serieus, het ruikt er echt verbrand. 1, 2. Hoppa, ja, hij moet eraf. Hij moet eraf. Gaan we weer. Laatste bakje in deze vlog. Uit het pruttelpotje. Lekker hoor. Melk erbij. Ik zeg net tegen Nelly, valt jou ook iets op? Want sinds dat wij het pruttelpotje hebben, zet ik eigenlijk... altijd koffie. En daarvoor maakte Nelly vaak de koffie. Maar ik vind het nu zo leuk met het pruttelpotje. Ja, dat ik een koffietje zette, dat vind ik gewoon leuk om te doen. Het is een soort van ontspanning of zo. Gewoon. Ik vind het ook leuk. Lekker pruttelen. Ja, en Nelly die geniet er alleen maar van natuurlijk. En ik maak het ook schoon trouwens. Pruttelpotje maak ik ook altijd schoon. Klopt. Ja. Ja, nou wil ik mezelf geen veren in je reet doen. Nee, maar ik doe het toch even. Maar ja. ik vind het, dat vind ik ook niet erg of zo. Ik vind het pruttelpotje, dat vind ik gewoon echt leuk. Maar volgens mij is de koffie nu klaar. Even kijken. Bijna, is bijna klaar. En dan gaan we nog lekker even een cappuccinootje drinken voordat we weggaan. Na de koffie gaan wij ook gelijk starten met opruimen en alles afwassen, auto ophalen, portapotties legen. Dan gaat het beginnen. We nemen de caravan mee naar huis toe, want de caravan gaat over een paar dagen naar de klerk en dan wordt hij gerepareerd. En daar zijn we natuurlijk super blij mee, want we wachten al ongeveer een jaar, ook door de leveringsproblemen. Ja, de strip die erop gezet wordt, duurde best wel lang voordat hij binnen was.
Maar hij is nu eindelijk binnen en dan over een paar dagen brengen we hem richting Hillegom. En hij krijgt een vochtcontrole. Oh ja, vochtmeter, ja, ook nog. Ja, dus hij wordt weer even lekker vochtmeting is onder handen genomen. Nee, dat is niet verplicht, maar het wordt je wel aangeraden om de vochtmeting uit te voeren. Ook stel je gaat hem verkopen, dan kun je ook altijd aantonen dat de caravan vochtvrij is. En ja, behoud je garantie. Oké. Okay. Voor als hij lek is, oh, denk ik. Oké. Okay. Dat je wel vocht hebt. De caravan tikt. En wat betekent dat? The sun is shining. Dat is altijd zo fijn aan deze caravan. Die geeft aan wanneer het mooi weer is. Dan begint hij te tikken. En wij liggen nog wel eens in bed 's ochtends en dan horen we dat getik en dan denken we, we moeten eruit. Het is mooi weer. Koffie voor mevrouw Ras. Dank je. Lekker hoor. Nou, we gaan lekker hoor. Ali is nog even de kabel aan het inrollen. En nou, de vuilnis wegbrengen en de potty legen. En dan zijn we zover volgens mij, of niet? Ja. We gaan hard. Het is 11:15. Nou, netjes toch? Heel netjes. 12:00 moet je weg zijn dus. Ja. We kunnen nog een uurtje zonnen. Ruim op tijd. Ik ga nog een uurtje zonnen. Ja, het is nu weer lekker weer. Het is heerlijk. Lekker warm weer. Ja, het is nu echt lekker. Ja. We gaan van koud naar warm. Ja. Maar net zaten we nog met de kachel aan. Ja. En nu sta ik op t-shirt. Als het nou zulk weertje blijft. We hebben de caravan eventjes iets dichter bij het chemisch toilet gezet. En Ali gaat nog even de potty legen. En dan zijn we klaar voor vertrek. Ik hoef niet zo ver te sjouwen ermee. Ja, want hij zit behoorlijk vol. Oké, dan is het nu echt tijd om te vertrekken. We gaan nog even uitchecken, even de passen inleveren. Eentje, want we zijn er natuurlijk één verloren. Jammer genoeg. Nou ja, hè, dat kan gebeuren. Ja. Nou, wat vonden wij van deze camping? Mooi. Mooi. Best wel groot ook. Ja, het is wel een ruime camping. Ja. Ja. Goeie camping. Ja. Netjes sanitair gebouw. Ja. Misschien in het weekend toch net even iets te druk voor ons. Veel kinderen ook. Er zijn ook veel seizoensplaatsen hier. Ja, dat wel. Daar moet je ook van houden. Ja, en mensen die elkaar kennen en zo. Ja, maar ook gewoon mensen die in Baren wonen. Of omgeving, Soest, Baren, noem het op. Die heen en weer gaan naar hun werk. Die komen dan hier met de kindjes het weekend vertoeven. Groot gelijk ook. Maar daardoor krijg je wel veel drukte. En ook wel veel mensen die elkaar dan kennen. En ja, nee. Dat voor in het weekend niet ons ding. Maar wij stonden ook door de week, dus dat was prima. Ik heb wel naar mijn zin gehad hier. Ja, leuke omgeving. Ja. Nou, wij bedanken jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal als jullie het nog niet hebben gedaan. En dan zien we jullie graag de volgende keer weer terug. Doei! Doei.